Op Strijp S is vrijdag een woonproject geopend waar 10 jongeren met een verstandelijke beperking samenleven. Het initiatief is mogelijk gemaakt door de ouders van de jongeren. Wij waren natuurlijk aan het zoeken voor waar moeten onze kinderen straks wonen als ze volwassen zijn. Want toen waren ze denk ik 15 jaar of zo. En we waren bij wat initiatieven geweest kijken, ook bij instellingen. En daar zagen we onze kinderen niet echt wonen. En op dat moment begonnen ze hier op Space S, hier in Strijp S, te bouwen. En dan kon je inschrijven. En daar heeft een collega, moeder, heeft hier ingeschreven van dat wij wel een idee hadden om iets voor een alternatieve manier van wonen voor onze kinderen. En daar zijn we voor in aanmerking gekomen en nu wonen ze hier. Ze hebben er elk hun eigen appartement met keukentje en badkamer. Daarnaast is er nog een gemeenschappelijke keuken en woonkamer. De jongeren gaan overdag naar de dagbesteding, maar 's middags en 's avonds kunnen ze hun tijd naar eigen inzicht besteden. Als we ergens naartoe gaan of zo in het weekend of zo, is alles wel gezellig hier. Ja. En zijn die andere mensen die hier wonen jouw huisgenoten of zijn het ook een beetje vrienden? Ook wel vrienden, sommige ken ik ook van school al. Dus die ken ik al van tevoren, maar dat is niet allemaal. Voor de jongeren is het natuurlijk allemaal heel nieuw, maar samen komen ze er wel uit. Heel erg leuk, heel gezellig met iedereen. Ja, zeker heel gezellig. Ook met de leiding, zijn heel aardig. Ouders hebben voor dit initiatief gekozen omdat de jongeren behoefte hadden uit huis te gaan, maar zij het niet zagen zitten hun kinderen naar een grote zorginstelling te sturen. En wij zijn met vieren begonnen en vervolgens hebben we geworven via Facebook en andere kanalen. Hebben we ook met elkaar gekeken van ja, welke kinderen passen bij elkaar. Hè? Want ja, je moet ook een beetje matchen, de kinderen met, ja, met de beperking die ze hebben natuurlijk. En sinds anderhalf jaar hadden we een groep van 10, sinds anderhalf jaar geleden. En de kinderen hebben in de loop van die 4 jaar ook steeds best vaak dingen met elkaar gedaan. Elke maand kwamen ze bij elkaar, zijn verschillende keren met elkaar op vakantie geweest. Hebben weekendjes weggehad en zijn er ook in die zin naartoe gegroeid en met elkaar om aan elkaar te wennen en zo. Ja. Op een gegeven moment moesten we natuurlijk ook een naam verzinnen en toen de S uiteraard, omdat het hier Strijp S is, Space S. En de plu is de paraplu, onder een paraplu wonen onze jongeren. Ze wonen beschermd, er is begeleiding en dus dat is de paraplu, de veiligheid eigenlijk, ja, het veilig wonen. Het woonbedrijf heeft gezorgd voor de woningen en er kwam ook hulp van fondsen en subsidies, zoals Stam en de Koning en Rondomzorg. De ouders kopen de zorg gezamenlijk in van het persoonsgebonden budget van hun kinderen. En verder natuurlijk alle mensen die dingen hebben gedaan en geschonken en op allerlei manieren. Dat is heel belangrijk geweest. Dus.